Ik begin ook wel ja. een beetje van de vakantieperiode. Mm -hmm. En ben je dan van plan om deze zomer met de auto naar het oosten of naar het zuiden te gaan? Route Soleil of de Gotthardtunnel of naar Zuid-Duitsland? Ja, dan moet je je klaar gaan maken voor uh, ellende en ellenlange files. Want de ANWB verwacht een recorddrukte op de Europese snelwegen. En dat is niet uh, 20 minuutjes stilstaan. Nee, het kan oplopen tot 4 uur vertraging. We gaan erover praten met Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Arnoud. Goedemorgen, Ja, waar uh, gaan we dan die recorddruktes voornamelijk zien? Nou ja, de traditionele plaatsen. Uh, we beginnen natuurlijk eind van de week, beginnen we met de vakanties, op het begin van de vakanties in het zuiden van het land. Mm -hmm. En naarmate de, de, de maand vordert, uh, wordt het uh, niet alleen hier, maar vooral in het buitenland veel drukker op de weg door uh, vakantiegangers. Het hoogtepunt zit uh, rond, rond eind juli en de eerste week van, uh, van augustus. Want dan is eigenlijk heel Europa aan het reizen. Um, dus er zijn dan ook alweer mensen op de terugweg, maar het meeste vertrekt dan. En dan hebben we die, die beruchte Zwarte Zaterdagen, zoals de Fransen dat noemen. Ja. En nou, die valt dit jaar op uh, zaterdag 27 juli. En dan ook nog de week daarna, 3 augustus. Oké. Okay. En als we even kijken naar locaties waar het heel druk wordt. Ja, ik neem aan gewoon de standaardlocaties. Maar uh, dit jaar speelt bijvoorbeeld ook mee uh, Spelen in Parijs? hè? Ja, daar zullen ook ongetwijfeld veel mensen op afkomen. Ik verwacht niet dat die allemaal met, met de auto komen, want ja, Parijs is nou niet echt eh, toegankelijk om daar eh, makkelijk je auto te parkeren en, eh, en ook nog kostbaar. Dus ik verwacht dat daar heel veel mensen met openbaar vervoer eh, naartoe reizen. Mm -hmm. Maar het merendeel zit toch in de vakantiegangers die naar eh, Zuid-Frankrijk reizen, naar Noord-Spanje en dan natuurlijk eh, richting Alpenlanden, Italië, Slovenië en Kroatië. Dat zijn de populaire zonbestemmingen. Mm -hmm. En daar zullen heel veel Nederlanders naartoe gaan. Maar denk ook aan, aan, aan Duitsers, aan Belgen, aan de Scandinaviërs. Ja. Dus daar verwachten we dan uh, die knelpunten. Ja, de uh, Gotthardtunnel is ook altijd een uh, bekende bottleneck. Uh, maar dat is nu nog eens uh, versterkt door natuurgeweld daar. Hè? Ja, de uh, alternatief voor de Gotthard is tijdelijk dicht. Nou, heb ik wel vanmorgen doorgekregen. Dat is wel goed nieuws dat eind deze week, uh, 5 juli dan hebben ze weer uh, in beide richtingen één rijstrook ter beschikking. En dat is op de A13 onder bij Bellinzona. Dus dat is wel een beetje goed nieuws vanwege het feit... van als al het andere verkeer ook nog een keer uh, over die Kothart, uh, of door die Kothart tunnel moet... Er gaan uh, gemiddeld zo'n 35.000 auto's dan uh, per dag doorheen over één rijstrook. Ja, ja, dan uh, leidt dat echt ongetwijfeld tot hele lange files. Ja. Met vertragingen, wat je al zei, van, uh, van twee, drie uur. Ja. Dat was Want, en het probleem met die A13 was dat, dat daar delen de weggespoeld van zijn, hè? Ja, het is de afgelopen uh, weekend opnieuw uh, is noodweer geweest. In het zuidoosten van, uh, van Zwitserland en ook in het Wallis. Dat is het populaire gebied... Uh, Zeg maar bij, bij het Zermatt en in de Mattenhoorn. Uh, daar zijn opnieuw uh, wegen weggespoeld en weer uh, passen onbegaanbaar geraakt. Maar goed, uh, laten we hopen dat de A13 eind van de week uh, weer toegankelijk is. Ja. Wat moet je nou uh, doen als je uh, met de auto op vakantie gaat? Uh, vroeger inderdaad was het advies: uh, ga niet op zaterdag. Nou, dat geldt dus nog steeds, hoor ik van jou. Heb, heb je nog andere adviezen op dit moment? Nou uh, ja, als je op die echt op die zaterdagen moet reizen, uh, vertrek dan niet te vroeg. We hebben dat met Tom Tom, Tom een keer uitgezocht. Toen bleek het uh, drukste moment zit rond het middaguur. En als we uh, s'nachts vertrekken, dan komen we allemaal op hetzelfde moment op het middaguur uh, aan. En dan bedoel ik bij Lyon of bij München of bij Salzburg. Wanneer je nou wat later vertrekt, dus begin van de ochtend, dan rij je achter de grote groep aan. Dat zien we ook in de dagelijkse spits. Dus probeer die, 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 die spitstijden probeer die te mijden. Dan vertrek je weliswaar wat later, maar dat scheelt heel veel uur uh, rijden. Dank, Arno Broekhuis van de AWB Verkeersinformatie.